wat vindt u ervan dat de club gaat verdwijnen? Dat vind ik heel jammer, heel jammer. Bezuinigen, dat is het woord tegenwoordig, hè? Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Maar dat ze dat zo ruksigloos doen. Hè? Dus niet kijken naar wat ze dus kapot maken. Het is gewoon slikken of stikken. Hey! Dekken, dekken, hier staat vier man. Let op! Koppen! Nou gaat je clubje verdwijnen. Wat betekent dat voor jou? Ja, vind ik heel jammer. Ik ben toch hier begonnen. En ja, misschien wilde ik in de toekomst wel even kijken naar, naar mijn oude clubje. En, het is jammer dat die niet verdwijnen. Hoe oud bent u? Ik voel me al vanaf mijn 10, 11 jaar. Ik ben nu 67. Hé! Hey, kom op, kom op! Godverdikke man! Hoe kan die mannen daar doorgaan? Wat gaat u doen of de club gaat verdwijnen? Ah, wat is het nou, man? Ik heb geen idee. Ik denk dat ik er dan ook mee stop. Niet te geloven. Hoe zoekt u mee eens op? Hé! Hey! Ik vind het leuk hier zo bij die jongens, maar ik heb geen zin om mijn leeftijd nog eens een keertje weer een andere club op te gaan zoeken. De meesten zijn allemaal al 30, 40 jaar lid. U ook? Ik ook. Ik ben ook al 40 jaar lid. Ja. 40 jaar lid, zeg. En dan afscheid moeten nemen. Dat is erg. Dat is jammer. Ja. In 2 juni hebben we een groot 65 jaar bestaanfeest. En dat, ja, misschien is dat de afsluiting, ik hoop het niet. Maar dat wordt een begrafenis dan? Dat wordt een begrafenis, ja. Dat wordt een begrafenis. Kijk je mijn rest erbij? Hier hebben we lekkere patat. Mooie getuigenis van een lange historie. Ja, maar ja, ik neem het toch niet mee hoor. Nee? Nee. Dat is, ik denk niet dat ik zoiets mee moet nemen, want dat denk ik alleen maar van ja, heb ik er spijt van dat het allemaal gebeurd is.